Welkom bij een nieuwe video van Edeshoppen. Vandaag ga ik enkele tips geven aan beginners bij het solderen. Laten we eerst beginnen met hoe hoog je de temperatuur van het soldeerstation moet zetten. Als je wilt gaan solderen met loodhoudende tin, dan is de ideale temperatuur om te solderen tussen de 300 en 330 graden Celsius. Bij het solderen van loodvrij tin, dan is de ideale temperatuur tussen de 320 graden Celsius en de 350 graden Celsius. Als het smelten van de tin nog steeds niet vloeiend gaat, dan kun je gerust de temperatuur iets hoger zetten. De soldeerpunt die je gebruikt is heel belangrijk om goed te kunnen solderen. Hoe dikker de punt is, hoe beter de warmteoverdracht is bij het solderen. Daarom is het ook beter als de punt groter is dan het oppervlak dat gesoldeerd moet worden. Nieuwe soldeertin is vermengd met flux om het solderen te vereenvoudigen, maar bij oude tin is er vaak niet meer voldoende flux aanwezig. Flux zorgt ervoor dat de tin beter vloeit en mooi op de contactpunten gaat zitten, vooral omdat flux oxidatie tegengaat en wegneemt. Bij het opnieuw solderen van bijvoorbeeld een SMD-component is flux nodig om goed te kunnen solderen. Verder is het belangrijk om niet de soldeerpunt langdurig op de soldeerplaats te houden. Ook moet je geen druk uitoefenen met de soldeerpunt op de soldeerplaats, maar de warmte van de punt het werk laten doen. Anders heb je de kans dat je componenten en je soldeerpunt beschadigd raken. Verder is het belangrijk om de punt goed schoon te houden. De soldeerpunt wordt schoongehouden door de soldeerpunt door koperkrullen heen en weer te bewegen. Als je een spons meegeleverd hebt gekregen bij de soldeerplaat, dan kun je die ook gebruiken om de soldeerpunt schoon te maken, maar de spons moet wel vochtig zijn. Geef het soldeerpunt wel de tijd om weer op temperatuur te komen na het schoonmaken. Tussendoor en na het solderen is het handig om de soldeerbout vertint weg te zetten. Het vertinnen van de soldeerpunt helpt met het voorkomen van corrosie aan het soldeerpunt wanneer de temperatuur daalt. Hiermee voorkom je dus om onder andere deze zwarte punten te krijgen. Bedankt voor het kijken en hopelijk heb ik je kunnen helpen en dan zie ik je bij een nieuwe video.